Even pauze zetten. Goedemorgen machinist, vandaag is het weer tijd voor de Fira. Aan jou de taak om vandaag van die Fira treinen tot zijn eindbestemming Amsterdam Centraal te rijden. Veel succes! Nou, helaas staat de scenariomaker niet bij de trein zelf. Tip je Joran 12 dat je in de chat bent. Neem eventjes het tutorialtje door wat ik op mijn YouTube staan. Dan kan je de maker ook bij de trein zelf plaatsen. Is iets beter voor de scenario. Anyway, laten wij niet van snel beginnen. Dus ik zou zeggen in ieder geval, ik moet er ook eerst bij zeggen, we hebben een soundpack hierop zitten. Dat is gelukt. Dus laten we dat toch vooral meteen doen. Maar in ieder geval... Zo. Laten we in ieder geval... vertrekken. Hij rammelt een klein beetje, maar dat doet het prettig als ik niet minder maak. Motor is meteen 140. En zoals jullie het goed horen jongens, er zit een sound update op. We rijden met de leuke zuurstokken. We hebben daar nog de koploper van koploper Mouw. En natuurlijk ook nog een gewone Intercity. Zoals ik al zei, we rijden dus met de Fira. Zelf heb ik hem eventjes vervangen. Voor de 144. Vond ik wel zo leuk. Ja, eigenlijk moeten we met tot hier aan toe dus met de 25.000 is het volt pantograaf rijden. Maar vanaf hier kan het ook gerust met dat. Mr. Crafty, thanks for the shares. Vira kappa, ja inderdaad. Indeed. Goed, 130. Er staan helaas geen snelheidsbordjes, maar dat maakt niet uit. We komen er wel. Ja, dat is een soundpakket en zowel de HUD, deze als de soundpakket van je allebei op onze Duitse collega's. En ja, ik moet zeggen, ik vind ze wel allebei heel erg gaaf. Hou wel goed vast jongens, want als we daar de tunnel in gaan, het is een beetje hoekerig. Dus ja, hou daar een beetje rekening mee. Dat we een beetje klink of klink door de bocht heen kunnen vliegen. Dat is hartstikke mooi. Hebben we de muis aan staan, ja? Oei. Eens even kijken. Ik denk dat ik dat al weet, omdat we vorige keer natuurlijk hebben gebouwd. Als proef op de kijfhoek. Dus zodoende, als het goed is, is het nu een stuk minder. Voilà. Laten we zo meteen ook maar gaan afremmen naar de 80. Oh, echt serieus, Joran? Dat is wel heel erg toevallig, ja. Goed, 80. Zo. Hey Jopie, welkom. Ook leuk dat je er bent. Hoe is het ermee? Goed, tot we naar de 60 gaan. Oh, nice, Tri 2000. Nice. Siva. En dat was de Siva. Ook die is geüpdate. Dus, hij mag gaan fietsen als hij dat wilt, maar het hoeft niet. Goed, wij gaan hier naar rechts toe. Wacht, klein stukje muur. De wegcabine. Zo, tractie eraf.
Ik ga wel even de raildriver uitzetten, want ik zie dat er weer een bug met mijn rem is. Zo grappig, meestal als ik dat offstream doe, dan heb ik er geen last van. Maar als ik dat onderstream doe, dan doet hij dat wel. Beetje raar. Goed, deur open. En met dat zijn we aangekomen. Rup. Sorry. In Schiphol. Op spoor 1. Ik ga even kijken of ik dat schild of mijn raildriver uitzet. Ik wil even terug de cabine in. Eens even kijken, waar is de raildriver? Exit, yes. Nee, ik weet niet waar die bug in zit. Soms doet hij dat, soms doet hij dat niet. Heel raar, nou ja, dan maakt het niet uit of de raildriver nou wel of niet aanstaat. Maar daarom zie je ook wel dat ik soms expres afrem met AFB of met deze trein. Puur alleen maar omdat die rem af en toe bugt is. Geen idee waarom, maar het is nou eenmaal zo. Goed, raildrive staat ondertussen weer aan. Dus dat is mooi. Laten we die in ieder geval even afsluiten trouwens. En laten we ook deze counter afsluiten. Zo. En zoals jullie zien jongens, ook vertaald dan beide geheugens van zowel OBS als Train Simulator in elkaar tijdelijk. Totdat ik die tool van Rob heb geïnstalleerd. Zo doen we. Maar goed. We rijden dus nu voorlopig net met deze mooie... Ja, de lok is toch wel tegenwoordig in het NS-geel. Maar ja, dit vond ik toch ook wel leuk om te zien. Ook leuk dat er weer een scenario mee gemaakt is, moet ik zeggen. Grappig is dat dit... grappig is dat ik dit scenario 10 minuten voor vertrek van thuis heb gemaakt. Geüpload en zo. Ja, erop gedaan. Nee, wat ik al zeg, sommige scenario's hoeven niet veel tijd te kosten en veel energie. Ja. Dat is trouwens ook een leuk punt wat ik trouwens moet vertellen, jongens. Ik weet niet of van jullie het al een keer op heb gevallen is. Dat is een beetje lastig te zien hier. Maar... Deze trein heeft wel degelijk 4 pantografen en dan kom ik straks... Straks nog maar een keer op terug. Maar deze lok heeft dus 4 pantografen. Dat sowieso... Nou, duh, want er zit ook 4 op het dak. Maar het zijn 4 verschillende pantografen. Je hebt er eentje speciaal voor Zwitserland. Je hebt er eentje speciaal voor Duitsland. Je hebt er eentje speciaal voor Nederland. En je hebt er speciaal eentje voor Italië. Oftewel, hetzelfde als bij Virtual Railroads. En ze zijn wel degelijk 4 verschillende, net als daar. Misschien niet zo makkelijk te zien, maar ze zijn wel alle 4 verschillend. En dan kwam ik ook tot pas sinds verkort... eigenlijk pas eergisteren pas achter toen ik deze update aan toe was. Dus ik vond het wel bijzonder om te zien. Weer een stuk muur. Dubbelsturing, ja, ik weet ook niet hoe die kwam. Nu wachten tot iemand mod maakt dat je twee tegelijk kan doen. Hoe bedoel je wel nodig in Nederland? Oh, net als bij bij Virtual Railways kan het trouwens ook niet. Dat komt trouwens alleen maar bij die versie van uit Italië, RS Italië. Daar kon dat wel mee inderdaad. Nou, in theorie is het mogelijk hoor, alleen het is, er moet alleen iets in het script aangepast worden, maar theoretisch zou het kunnen. Bijvoorbeeld als je control shift P bijvoorbeeld doe, ik noem maar even iets ofzo. Nou, maar dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik vind het ook super leuk dat deze repaints sowieso gebruikt worden. Of nou die van Jeroen is of die van mij. Ik vind het sowieso leuk om dat te zien. Ik ben ook benieuwd wie de eerste scenario gaat maken met een het repaint van Jeroen met zijn rail magazine. En ik ben ook heel erg benieuwd wie de eerste zal zijn met een scenario waar we met de Captrain versie zullen gaan rijden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wanneer die er gaan komen. Oh, je bedoelt hier die rammeter, Rob? Daar moet ik nog even een keer naar kijken. Maar ik denk dat er wel gelukt als ik daar doe. Waar is de mot te vinden van die hut? Oh, ik zoek hem eventjes op. Siva gaat fietsen. Rails in de... Rails...
Dat.de. Ja, hier heb ik hem al. Alsjeblieft. Alleen de image moest eraf, maar goed, maakt niet uit. Goed, wij moeten dan afremmen na 80. Ondertussen rijden we hier langs de A4, als ik me niet vergis. Hé, hey, wat komt hier aangereden, jongens? Wat komt hier aangereden? Ja. It's de Rupke Express samen met Victor van Game Channel. Mooi. Zeer mooi. Was dat trouwens de enige tijd gewonnen? Nee, dat niet. Ja, Siva gaat fietsen. Heb ik niet echt een route voor Zuid-Nederland gehad? Niet. Heb geen sporen. In het ergste geval zou je eventueel de sporen kunnen vervangen, maar ja, goed. Wat niet gaat, dat gaat natuurlijk niet, hè. Nou, we zullen zien. Ben benieuwd. Ik zag dat mijn scenario getest had. Jazeker, Martijn. Dat was die volgens mij van 2 uur. dan moet ik even kijken wanneer ik die beste ga plannen. Ik weet ook nog niet precies wat we met de donderdagen gaan doen, jongens. Ik zit te overwegen om ook eventueel op donderdag de lange scenario's te gaan rijden. Dus bijvoorbeeld echte scenario's die bijvoorbeeld meer dan 1,5 uur duren. Bijvoorbeeld een scenario heb ik staan van 135 minuten. Ik heb er nog eentje staan van Martijn inderdaad van 2 uur. Ik zit om te overwegen om misschien op die dag, als ik natuurlijk op dat moment zin heb, want het kan ook goed zijn dat ik er zin heb om te bouwen hoor, tuurlijk. Dat ik bijvoorbeeld zeg van op die dag kunnen wij ook bijvoorbeeld lange scenario's doen. Dus die 90 plus scenario's. Want die hebben nog een heleboel staan, echt van die hele lange scenario's. Dus kan ik overwegen om dat te gaan doen. En natuurlijk als ik zin heb gewoon een keertje te bouwen, dan kan het natuurlijk ook altijd. Want zoals ik heb gezegd, het is niet dat ik definitief stop met de route. Maar ik ga het alleen minderen. Dus misschien kunnen we dat ook overwegen natuurlijk nog steeds. Ja, misschien wel. Want anders weet ik echt niet waar ik je scenario moet kwijt, of kwijt kan, Martijn. Haha.hahaha.nl. Lol. Punt 130. Volgens mij hebben we hier de gamma met de Lidl. Haha. Ik wist niet dat die ook al samenwerkte. Joho. Koploper is toch aanwezig nu. Die zou zeggen anders. Ja. Die zou zeggen van ik ga gat bouwen gegaan. Nee, maar bijvoorbeeld Farming Simulator gaat sowieso niet gaan, want op die dag is ik zullen er nooit en het is wel belangrijk. Oh, nou steken we 80. Heb ik een sign gemist? Heb ik een bordje gemist? En nou weer 130. Oké, dat is wel heel verpand. Geen idee. Rijdt er nog een andere trein voor ons misschien of zo? Nee, want dan had het geel moeten zijn. Anyway, ook daar komen we pas de 80. Siva gaat fietsen. Doorkomststation. Ja, zullen we bij de volgende eens doen, Laurits? Bij Sloterdijk misschien of zo? Dat lijkt me wel leuk om te doen. Wat ik wou zeggen is, jongens, ik zie de laatste tijd regelmatig op treinpunt dat mensen objecten missen van bepaalde routes. Ik zal het nogmaals een keer zeggen. Vergeet niet wekelijks of maandelijks alle objecten van Chris Trains en met name van Frieson en Gert te updaten. Ik kan het maar nooit genoeg zeggen. Update die bestanden. Want ik zie de laatste tijd geregeld op treinpunt voorbij komen van mensen die objecten missen. En zorg dat je scenery minimaal op 70% hebt staan. Minimaal op 70%. Ik speel zelf ook op 70%. Als je wil weten welke settings ik heb, ik heb het op Twitter vermeld. Dus kijk daar gerust even naar. Want ik kan het maar niet genoeg zeggen. Wat de heck is met dat gebouw aan de hand? Zat op instorten of zo? Dus zorg ervoor, jongens, dat dat regelmatig geüpdate wordt. En met name van Frieson. Daarom, en dan zeg ik ook al wekelijks, dan misschien hooguit maandelijks. Zeker van Frieson, update het gewoon. Dat, ja.
Ik zou het niet weten, Kevin. Laten we ondertussen even een leuke drive-by doen. Laten we hier eens gaan zitten. Lijkt me wel een geschikte plaats. Zo. Waarom staat mevrouw dan ook in de weg? Kijk, daar komt hem al, jongens. Daar komt hem. Hoi. Oh ja, net de verkeerde kant in. Heb je dan nog een leuke SGM staan? Wat doet er gewoon in? Zo. Ja, dat is ook een onderdeel van die toeter. Alleen ik had wel iets gehoopt dat er iets meer warmte in dit geluid had gezeten, want nu klinkt een beetje scherp. Persoonlijk had ik wel verwacht dat er iets meer laag in had gezeten. Niet hoef ik in Amerikaanse trein te horen ofzo, maar het had me net ietsje meer gegeven. Maar zeker, het is al beter dan het ooit was, absoluut. Ik heb alleen nog niet met PCB gereden met deze update, want die is ook geüpdate. Nice, thanks Rob. Daar kwam Beliefjes nog. Oh, serieus? Nou, dan hebben we die compleet gemist dan. Ik wist dat hij erin zat, maar... Dan hebben we die compleet gemist dan. Mr. Crafty! Wat is die Vira toch ontzettend leuk... mooi bedoel ik... lol. Oké. Ah, it looks nice. Maar de real. Actually, dit is de better version of it. Dit is de betere versie. De originele was echt gewoon crap. Of de V200. Maar deze. Dit was een zeer goed alternatief. Koppel op een hype. Ja, inderdaad. Voor de mensen die het nog niet wisten, als er bepaalde icoontjes zijn die niet goed doorkomen, vergeet niet eventjes Better Twitch TV te installeren. Dus gewoon even beter TV, ja, of wat Rob juist in de chat zet. Dan moet dat denk ik wel helemaal goed gaan komen. Maar er zit redelijk wat. En hou je vast! Ja, vergeet in ieder geval niet even te updaten inderdaad, of erop te zetten dan. En het voordeel is, je kan hem ook in dark mode zetten. Wat ik zelf wel echt een super ding vind. Maar ik keurig op tijd nog steeds, laten we zo meteen gaan afremmen naar 60. So let's break down to 60. Oeh. Hey Frans, goedenavond. En Real Verstand ook een goede avond. Yeah, that's true, train 2000, that's definitely true. The food is so amazing good, but the trains? Leave them there, please, leave them in Italia. Hey. Waarom gaan we helemaal via het Haarlemse spoor naar... Ik zou het niet weten, Martijn. Ik zou het niet weten. Moet dat ook alvast naar de 40 afremmen? Sifa gaat fietsen. Hey, SGM, hype! En een IC3. Ja hoor! Het is weer gezellig. Hey Reginald. Hé
Hey Victor, nog gefeliciteerd met je verjaardag, zou ik zeggen. En welkom, goede avond. Hoe is het ermee? Ah, echt, serieus? Oh, met een mat 54, echt waar? Oh, wauw. Dat is wel heel bijzonder, Victor. Ik weet eigenlijk niet of die erin gezet is door Joran. Ik weet niet. Dat is wel mooi geweest, ja. Maar goed, wat de eerste keer is er niet. Maar ik kom in ieder geval op het juiste spoor binnen, in ieder geval. Of in ieder geval in de een van deze twee. Is nog sneller dan de Vitamin. Als je het zo bekijkt wel, ja. Nieuwe foto van NS Arnhem, TGV Zaandam. Hoi, dat ben ik benieuwd. En omgeleid zeker? Nee, ik had trouwens ook niet zo'n beetje een rare richting. Hé, hey, dat is grappig te zien. Een oude telefooncel. Zie ik nou pas. Siva. Ach, ga fietsen mee, Siva. En koptelefoonmans is ook aanwezig. Hoi, 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 hoi. En met dat jongens, staan wij aan het einde van dit scenario. Zoals ik al zei, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk voor het scenario vonden. Het scenario is te vinden natuurlijk op Terreinpunt. Via onder andere mijn spreadsheet of rechtstreeks. Dag mevrouw. Ja, je bent te laat hoor. Je mag niet meer mee. Ik ben met een scenario bezig. Oh, oké, okay, cool. Nice, nice, nice. Mooi. Waar ben je ook geweest, Stan? Oké. Okay. Waarom blijf ze nou precies voor de lok staan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Zo, heb ik aan de kant. Je bent weer veilig aangekomen op je eindbestemming. Amsterdam Centraal. De trein zal nu op de Waterschapsmeer worden gezet. En daar zal hij worden schoongemaakt. Maar jouw dienst zit hier... jouw dienst zal hier stoppen. Ik hoop dat je het scenario leuk vond. Nou, ik in ieder geval wel, Joran. Hartstikke mooi. Mocht je dit op YouTube kijken, geef dan natuurlijk ook even een duimpje omhoog natuurlijk. Want dat was hier fantastisch. Ja, in ieder geval hartstikke leuk. Dankjewel, Joran12, voor het leuke scenario. Zeer, zeer mooi.